Er zijn van die vogels die je bijna nooit te zien krijgt. Ze leven een teruggetrokken bestaan. De staartmees kun je in de winter weliswaar in groepjes zomaar in je tuin tegenkomen als ze zich te goed doen aan vetbollen, maar in de zomer zie je ze bijna nooit. Hoewel ze familie zijn van de meer bekende kool- en pimpelmees, broeden staartmezen niet in nestkasten, maar maken ze van mosjes en veertjes zelf een prachtig nest. Maar in de buurt van de staartmees leeft een vogel die nog meer mysterieus is. De bosuil. Door zijn prachtige schutkleur valt hij niet op. Vaak loop je deze nachtvogel zomaar voorbij. Bosuilen variëren qua kleur van grijs tot bruin. Dit exemplaar is duidelijk een bruine vogel. Juist daarom valt de vogel die altijd dicht tegen of op de stam zit nauwelijks op. De staartmezen blijven maar druk met het maken van het nest. Hoewel het nest al bijna af lijkt omdat er een behoorlijke kom is ontstaan, zijn de vogels eigenlijk pas halverwege. Staartmezen maken namelijk geen komvormig nest, maar maken het nest helemaal rond, met een kleine opening. Het is een van de meest bijzondere bouwsels in de Nederlandse natuur. Aan mooie vogels geen gebrek, wanneer deze groene specht zich ook even laat zien. De bosuil heeft een nog beter plekje opgezocht. Heerlijk in het zonnetje houdt de vogel, hoewel het er soms niet op lijkt, de omgeving goed in de gaten. Bij gevaar of door schrik van bijvoorbeeld aanwezige gaaien of kauwen, duikt de vogel snel de dode boom in, waar hij waarschijnlijk ook een aantal jongen heeft zitten. Bosuilen leggen namelijk al in januari eieren. Met een beetje geluk kun je zomaar midden op de dag jonge bosuilen in een boom zien zitten. Deze jongen worden dan takkelingen genoemd. De eerste periode verkennen ze hun leven door enkel op wat takken te gaan zitten.